beste duivenvrienden. Mijn naam is Joost de Smijter-Restjaan uit het Oost-Vlaamse Melden. Ik ben zware fondsliefhebber, gespecialiseerd in de internationale vluchten. Tot op heden had ik het geluk om internationaal Perpignan in 2003 te winnen, Bordeaux 2005, Pau 2015, Barcelona Dauphinen 2018 en Narbonne 2018. Om dat te verwezenlijken heb ik een vliegploeg met weduwnaars gespeeld op het klassieke weduwschap en een duivinnenploeg op nest. Sinds jaar en dag ben ik al voorstander en aanhanger van de IC Plus mengelingen. De mengelingen van Verzelenlaga die gecombineerd zijn als graanmengeling met het korreltje erin. Waarom ben ik daar zo aanhanger van? Omdat ik vind dat dat veruit de meest rijke mengelingen zijn. Dit is een korreltje die alle nodige vitamines, mineralen, aminozuren en bestanddelen die een duif nodig heeft, bevat. Vandaar dat ik vind dat die mengeling nog rijker is. Dit zijn de drie mengelingen die we zien, die ik gebruik in de kweekperiode. Klein beetje afhankelijk van het tijdstip. Bij de koppeling en voor de koppeling, net voor de koppeling, gebruik ik de startmengeling, de kweekmengeling dus van Verzelen. En de mutinemengeling, die de ruimmengeling is. Op gebied van eiwitgehalte is dat even rijk, maar ze heeft een iets hoger vetgehalte. Dus daar ben ik aanhanger ook van in de kweek, om een klein beetje vet bij te geven. Wanneer de duiven dan aan het broeden zijn, wordt die mengeling aangereikt en aangelengd met de zuiveringsmengeling, de depure IC van Verzelen, die het dan een beetje lichter maakt terwijl de duiven broeden, om zo minder problemen te hebben om kapotte eieren en vervetting van de duiven tegen te gaan. Als je meer wil weten over deze voeders, ga dan gerust kijken naar de website van Verzelenlaga. En als je meer wil weten over hoe ik voeder tijdens het sportseizoen, ga dan naar het filmpje van de sportperiode.